Hey, goedemiddag. Ik ben op de evenementenbeurs in Ahoy Rotterdam, Event Summit. Ik sta hier midden in het groen, uiteraard voor Farming Biz, voor onder andere boerderijlocaties te kijken. Heb ik een rondleiding mogen verzorgen voor een aantal boerenbedrijven die een vergaderlocatie en evenementlocatie hebben. En daar inspiratie zoeken van hoe presenteren andere locaties zich. Wat voor gadgets zijn leuk? Gaan we in op thema duurzaamheid bijvoorbeeld. Ik neem je even mee naar een aantal stunts. Hier zie je bijvoorbeeld een vorm van relatiegeschenken. Ik zal even bijdraaien. Dit kan je neerzetten op een evenement als groen. Maar je kan ze ook de boxen versturen als relatiegeschenk. Met plantjes erin. Groen, duurzaam. Om je uit te nodigen voor jouw locatie of voor jouw stand. Hier hebben we net even cupcakes geproefd. Maar erg lekker. They were delicious. You bake them, isn't it? Yeah. How many of them were tasted today? How many we give away? It's not much. We actually brought 1,000, but we give away just 300. So, okay, so thinking why people don't like our cupcakes, but they like. Everyone tries. They like it. But so then people just don't know about them yet. But we will get that. Okay. Yeah. Well, they can find it on the website brandedcupcakes.nl, and you can ask for a complete tower, but also in a small box, eh? Yeah. Any amount you want. Any amount. There's no minimum. I taste it. It was good. It's a vanilla taste or chocolate, isn't it? Vanilla, red velvet, chocolate. We can red velvet as well. Yeah, as well. Yeah, we do. No, we just don't have it here now. We do gluten free. We do vegan as well. So anything you like, any cupcake you want, we can do. Okay. Thanks and you lot. Won't be disappointed. Okay. Thank you. Thank you. Bye. See ya. See ya. Zo, ik neem je nog even verder mee over de vloer. Bedrijven die zich presenteren met relatiegeschenken. Er zijn er ook hele gangpaden met provincies die zich presenteren. De tours, verlichting, relatiegeschenken, catering, foodtrucks. Meubilair wat je nodig kan hebben. Koffietentjes. Nou, duurzaamheid is ook een groot thema. Onder andere qua afval. Heb verschillende bakken voor papier, plastic. Nou, muziek, entertainment. Dat zien we hier ook nog. Op locatie. Nou, dit ziet er ook wel even heel mooi uit. Hè? Om helemaal gestyled. Je evenement in sfeer te brengen in plaats van een kale halruimte. Hey. Hier hebben we een robot, wat gaat deze doen? Zie je dat we hier goed zijn? Ja. Picture! Mag ik vragen wat je wel vindt? Live op Facebook? Och, wat ben ik? Live op Facebook? Ja. Is dat goed? Ja hoor. Wat heb je net gedaan hier voor deze robot? Ja. Nou ja, we zijn met deze robot op de foto geweest. Dus dat is al vrij uniek eigenlijk. Wel primeur in mijn leven ook. Kijk aan. Op de foto, met een of eigenlijk door een robot meer, hè? En je hebt hem wel gekregen ook, de foto? Nee, die hebben we daar. Ik zal hem even laten zien. Oh, die komt nog. Ja. En wat is jouw... Even showen. Yes. En wat brengt jou op deze evenementenbeurs? Ja, ik ben eigenlijk op zoek naar stageplekken voor studenten van mij. Ik werk op Hogeschool TIO. Wat, TIO? Ja, dat is een hogeschool. En we hebben onder andere hotel- en eventmanagement opleidingen. In welke plaats is dat?
We hebben het in Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Hengelo en Eindhoven. Oh, ik werk in Rotterdam. Kijk aan. De leukste. Kijk aan. Kijk aan. Nou, ik weet een vergaderlocatie die in aanbouw is. En die wil wel advies over waarmee rekening houden met inrichting. Alles moet er ingericht worden. Okay. Dus wie weet, kan ik je even een kaartje geven zo? Ja, doe maar. En je geeft zelf ook les op de school? Een soort van. Een beetje meer stagelessen, mentorlessen. Begeleiden ervan. Ja. En de stages zijn, hoe lang? 13 weken in de zomermaanden. Fulltime of? Fulltime. Operationeel het eerste jaar, onderzoeksstage in het tweede jaar en afstudeerstage in het laatste jaar. Ja. Nou, leuk. Wat viel je het meest op vandaag op deze beurs? Wat is verrassender geweest? Nou, eigenlijk gelijk de binnenkomst was bij een soort leuke feestcamper. Daar in het begin. Oké. Okay. En daar hebben we eventjes een feestje gebouwd binnen. Ja, dat was wel heel leuk. Kijk, ja, daar ben ik niet geweest, dus dat kan ik nog even naartoe gaan. Dat zou ik zeker doen. Camperbaas, okay. Bij de ingang rechts. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Joe, okay.